Ook Eneco heeft er wat op bedacht om te demotiveren zonnepanelen te gebruiken. Want er wordt een terugleververgoeding gevraagd. Hoe ziet dat eruit? Na een hele hoop gedoe over zonnepanelen en ach en wee van Eneco, krijg je in ieder geval 30 dagen van tevoren bericht als we terugleverkosten per teruggeleverde kilowattuur stroom aan jou gaan doorberekenen. Maar ze spreken hier dus van terugleverkosten per teruggeleverde kilowattuur stroom. Daarentegen staat er iets verderop. Ik heb zonnepanelen en wil een nieuw stroomcontract met vaste tarieven afsluiten. Nou, dan zeggen ze eigenlijk van je huidige verhoogde vaste leveringskosten van €14,99 per maand. Dus je betaalt gewoon een vast bedrag per maand en je krijgt een terugleververgoeding van 5 cent. Maar dit is een vast bedrag, maak ik hieruit op. Of er nu heel veel zonnepanelen zijn of heel weinig, je betaalt gewoon dit per maand. Terwijl ze hier zeggen, per teruggeleverde kilowattuur gaan ze iets doorberekenen. En dan heeft Eneco nog een filmpje van collega Wilco, een beetje knullig filmpje. Maar daarom wordt juist beweerd dat je wel degelijk invloed hebt op je terugleverkosten. Je hebt zelf invloed op je terugleverkosten. Zet bijvoorbeeld je wasmachine of vaatwasser aan op het moment dat de zon schijnt. Of laat je auto op. Dan verbruik je wat je opwekt en gaat de stroom niet het elektriciteitsnet op. Zo zorg je ervoor dat je minder terugleverkosten betaalt. Zo zorg je ervoor dat je minder terugleverkosten betaalt. Maar die terugleverkosten, die bestaan gewoon, die zijn gewoon vast. Dus dat is gewoon een raar verhaal. Zoek het maar weer uit, consument. Zomaar een voorbeeld. Wat rekent Eneco als je dus 900 kilowattuur normaal verbruikt, hetzelfde in dal, hetzelfde wek je ook eigenlijk op, dus dat geheel zou je dus salderen, en gas 1800 kub. Vast contract 1 jaar. En dan zegt Eneco, dat gaat je €213,80 per maand kosten. En kijk je dan inderdaad naar meer kenmerken of meer informatie, dan kom je dus op zaken als alle tarieven enzovoorts, maar nog niks over terugleventarieven. Doen we nu datzelfde met het uitschakelen van de zonnepanelen, dus zetten we de zonnepanelen uit. We hebben hier de zonnepanelen uitgezet, dus we hebben geen zonnepanelen, maar hetzelfde verbruik. En wat zegt Eneco dan? €219,64, inclusief de €380 loyaliteitsbonus. Nou, nog maar eens goed kijken op de vergelijkingssites naar de verschillende energieleveranciers en wie wat vragen. En zolang je een contract hebt, kan er niks veranderen. Maar zodra je contract afloopt, kan je beter weer toch goed kijken. Subscribe, zet je bedenkingen of bevindingen of informatie hieronder. En volgende keer ga ik even kijken hoeveel er nou eigenlijk veranderd is met die terugleververgoeding.